Miauw, 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 miauw. In kattentaal betekent dat... Hey, mijn naam is Dutch Schumer. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Je kunt een like doen als je de video leuk vindt. En als je een opperbaas bent. Welkom. Ik ben geen kat, maar ik heb wel een kat. Mijn allereerste echte huisdier in Roblox. Want dit huisdier heb ik namelijk niet aangeschaft. Maar met dit huisdier begon ik in dit spel. Het is heel simpel. Wij moeten proberen... zoveel mogelijk kattenvoer te verzamelen. En dat zijn dus de kleine visjes die je op de grond ziet liggen. En die visjes moeten wij vervolgens verkopen aan de opperkat. Mohaha. En dat is de kat die jullie hier tegenover mij zien staan. Hij is rond. Hij is goud. Hij is cool. Ik geloof niet dat ik daar eerder kan zijn. Nee, nee, nee. Ik zeg het fout. Ik geloof niet dat jij deze video eerder kan liken dan dat ik daar ben. En de tijd gaat nu in. Oh jongens. Oh jongens. Wie is eerder? Yes! Ik heb... $20 gekregen voor alle kattenvoedseltjes die ik heb verzameld. Het is heel erg simpel. Wat moet je namelijk doen in dit spel? Je moet proberen om de allerbeste katten te krijgen die er zijn. En uiteindelijk natuurlijk ook een betere rugtas. Want op dit moment kan ik namelijk maar 10 stukjes kattenvoer met mij meedragen. En dan is mijn backpack vol. Maar als ik bijvoorbeeld deze zou aanschaffen, dan kan ik al 20 stukjes meenemen. 40 stukjes, 80, 100, 120 en wow. Dit is letterlijk een regenboog. Kattenrugtas! Ah, deze is zo gaaf. Een buitenaardse. Of eigenlijk een toekomstige regenboogkattenrugtas. Een duivelse rugtas. Een hemelse rugtas. En dat is dan ook gelijk de duurste die er is. Oké, interesting. En dit hier zijn dus de katten die wij kunnen aanschaffen. Wij hebben de normale kat. Dan is er een witte kat. Oh, ik ga proberen alle kattengezichten na te doen. En jullie mogen een cijfer geven in de comments na afloop. En dan ga ik kijken wat mijn gemiddelde is. Een soort van kattengezichtsimpressietoets. Dat is de eerste. Dat is de tweede. Dat is de derde. Oh, een cyborg. Dat is heel serieus altijd, hè. Ja, nou, nice. Deze. Deze is super happy. Of juist heel erg gechoqueerd. Omdat alle melk is opgedronken door Jeyun. De Rainbow Cyborg, de Rainbow Domino. Domino? Het is toch een Dominus? Waarom is het een domino? Hij is awesome in ieder geval. Oh, jongens. Dit is een creepypasta trouwens. Kat.exe is een verhaal over een Roblox-speler die een kat niet genoeg aandacht gaf. Sterker nog, hij had een nieuw huisdier. Eerst had hij zijn kat die hij altijd aandacht gaf. En toen adopteerde hij een hondje. En toen hij dat hondje had, vergat hij letterlijk zijn eerste huisdier. Oftewel het katje. En er gaat een verhaal dat de kat toen een soort van vervloekt is geraakt. En dat is een apart verhaal. Maar hey, het verhaal achter de kat.exe word je niet vrolijk van. En dat zie je ook wel aan zijn gezichtsimpressie. Oh, die moet ik natuurlijk ook nadoen. Ah, dat is zo creepy. Ah, oh, deze is cute. Oké, deze is leuk. Nyan Cat! Ah! Dat is sowieso de allerleukste. Nou, nu weten we in ieder geval welke katten we kunnen unlocken. Er is zelfs een VIP katteneiland. Hoe awesome is dat? Oké, daar wil ik eigenlijk sowieso naartoe. Daar wil ik eigenlijk sowieso naartoe. Hoe duur is dat? Wat? Oh, waarschijnlijk moet ik hem eerst aanschaffen in de shop voordat dat kan. Een katteneiland, guys. There we go. Hoe duur is het? Het is 150 Robux. Ik tel van 3 tot 0. En als jij dan in de comments miauw schrijft... Wacht, wat? Dan moet ik hem aanschaffen, oké? Okay? 3, 2, 1... Spam het in de comments. Spam het in de comments. There I go. Mijn vinger komt dichterbij. Ik doe het gewoon met mijn kin. Dan is mijn hand niet schuldig. En mijn hand is altijd schuldig, dus... Zo. Oké, okay, guys. We hebben als het goed is nu een katteneiland. Hoe awesome is dat? En alles wat wij daar verkopen aan kattenvoedsel is 3 keer zoveel waard. Dus het schiet ook lekker op. En dan kunnen we binnenkort ook naar de nieuwe area. Ik ben heel benieuwd wat voor soort kattenvoedsel we daar gaan vinden. Let's go! Oh, jongens! Wat? VIP kattenvoedsel. Yo, ik hoop niet dat mijn kat nu verwend raakt en dat hij alleen nog maar het VIP-voedsel wilt eten. Ah, we hebben natuurlijk een veel te kleine rugtas. Daar moeten we eigenlijk eerst even wat aan doen, want we nemen het voedsel namelijk wel mee, alleen past het niet eens meer. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Dus hey, laten we dat eerst doen. We gaan zo meteen terug naar het VIP-eiland waar al het kattenvoedsel 2 keer zoveel waard is. Maar eerst even een iets betere backpack. Dus even kijken, dat kunnen we als het goed is hier zo doen. Gaan we eerst even naar de shop. Of nee, wacht eens even. Kunnen we überhaupt wel muntjes erbij kopen? Is die mogelijkheid aanwezig? Want het ziet er nou uit van niet.
Ik wil extra muntjes. Waarom heb ik geen extra... Nee, het kan niet, jongens. We zullen gewoon echt de muntjes gewoon diehard moeten verzamelen. Dat is waar het op neerkomt. Wat is dit? Oh, hier is iemand die met ons wilt praten. Welkom in de katsimulator. Nou, dankjewel. Ik wist op zich al wel dat het zo heette, maar het wordt op prijs gesteld. We kunnen deze kopen. Nu kunnen we in ieder geval al 20 dingen tegelijkertijd met ons meenemen. En als wij 300 muntjes hebben, kunnen we daarmee doorgaan. Hey, maar ik ben wel blij, guys. Gewoon het VIP katteneiland. En het ziet er super awesome uit. We kunnen nu 20 tegelijkertijd meenemen, wat alsnog niet echt heel erg veel is. Maar hey, je moet ergens beginnen. We hebben 145 cash in totaal. En als we dit verkopen, 225. En ik geloof dat we 300 nodig hadden voor een nieuwe backpack. Dus we zijn lekker bezig. We zijn lekker bezig. Als jij nou één dag een huisdier zou mogen zijn. Zeg maar, jij bent één dag een huisdier. Maar het is dus ook wel, het moet wel echt een huisdier zijn. Dus je kunt niet zeggen een dolfijn of een piranha, wat op zich ook wel een huisdier zou kunnen zijn. Of een ijsbeer. Nee, gewoon echt een huisdier. Een hond of een kat of een papegaai of een parkiet of een hamster of een muis. Wat voor soort huisdier zou jij dan willen zijn? Welk huisdier wordt nou eigenlijk het meest verwend? Zeg maar, welk huisdier krijgt over het algemeen gezien het meeste aandacht? Ik zou al niet snel gaan voor een goudvis, want goudvissen die kun je natuurlijk moeilijk aaien en zo. Dus je krijgt al niet echt de aandacht die je wilt hebben. Ik zou denk ik gaan voor een hondje. Lijkt me op zich best wel awesome. Het lijkt mij best wel cool en ook wel stressloos om een hondje te zijn. I don't know, laat in de comments weten welk huisdier zou jij voor een dag willen zijn. Laten we zeggen in Roblox. Ik ben heel erg benieuwd. Welke gamepasses kunnen we eigenlijk nog meer kopen? Wij kunnen een dubbele walkspeed kopen en een VIP. Hoe duur is dat? 75 Robux, buy now. Ik ben nu VIP. En wat houdt dat in? Echt geen idee. Joh, wat doe je nou? Waarom ben je nou zo'n onverantwoordelijke kat die VIP koopt, terwijl die niet eens weet wat het precies inhoudt? Trouwens, de kat die ik nu heb, heeft nog geen naam. Dat is bijna schaamtevol, hè, dat ik die gewoon nog geen naam heb gegeven. Nou, ik ben hier met jou, met jullie, met de kijkers. En ik geef jullie graag de mogelijkheid om een naam te bedenken. Dus heb jij een leuke naam voor mijn kat in Roblox? Laat het dan hier beneden in de comments weten. En wie weet wordt jouw naam wel verkozen. Weet je, laat gewoon zoveel mogelijk verschillende soorten reacties achter met leuke namen. En de persoon die de meeste reacties achterlaat met leuke namen is de winnaar van de chat. Oké, guys, we zitten op bijna 1000. Bijna 1000 cash. Wat zou betekenen dat we of een nieuw soort kat kunnen kopen of een nieuw soort backpack. Eigenlijk heb ik wel liever een nieuw soort kat. Want ik vind jou lief, hoor. Laten we er even Angela noemen voor het gemak. Ik vind Angela een fantastische kat. Maar het zou wel leuk zijn als we er nog een kunnen aanschaffen. En ik weet trouwens niet wat er gebeurt als je twee katten hebt. Of je ze dan tegelijk met je mee kunt nemen. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Oké, guys. We kunnen de neonkat. Buy now. Oh, wat? Ik ben super snel. I don't know why, maar de neonkat heeft mijn snelheid enorm gewaarborgd. Dat is amazing. Oké, nu moet ik zeggen, ik denk wel dat we snel naar de nieuwe area kunnen. Alleen hebben we toch wel echt even een iets betere backpack nodig, guys. Is het ook zo dat nu wij een betere kat hebben, dat het voedsel wat wij verkopen een hogere waarde heeft? Het zou best wel handig zijn dat wanneer je bijvoorbeeld naar een duurdere winkel gaat, dat daar een specialere kat staat. Dat er zeg maar in een hele dure winkel met enorm dure kleding een of andere regenboogkat staat. En dat in een normale winkel waar ik bijvoorbeeld gewoon boodschappen haal, er gewoon een hele normale kat staat. I don't know, maar dat is de Roblox logica. Als je een zeldzamere kat hebt, dan is het voedsel wat jij verkoopt van hogere waarde. Oké, guys, we hebben 815. Laten we even voor de 1000 gaan. Ik ben zo snel. Ik ben zo snel. Mijn kat moet meedoen aan de Olympische kattenspelen. Waarvan ik eerlijk gezegd niet weet of het een echt ding is. Maar als dat zo zou zijn, dan raad ik hem zeker aan om eraan bij te dragen. Zo, we zitten nu op 1000 in totaal. En daarmee gaan wij een nieuwe backpack kopen. Welke kunnen we betalen? Oh, we konden bijna deze kopen, de neon. Eigenlijk hebben we die wel nodig, want de neon die matcht perfect met het neon kattenhuisdier wat wij nu al hebben. Dus we moeten gewoon ervoor zorgen dat we de neon kunnen aanschaffen en dat kan nu. Let's get it, guys. Let's get it, guys. Tan, 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 tan. Bye! Yes, wij hebben een neon backpack. En alleen, ik snap het niet. Hoe kunnen wij aan coins komen? Want er liggen hier wel gewoon overal coins een beetje verspreid. Maar we kunnen hier niet doorheen. Ik wil zo graag hier doorheen, guys. Waarom is er geen mogelijkheid om extra cash bij te kopen? Aan de ene kant is het misschien ook wel goed. Want het zorgt er wel voor dat niet alleen de mensen die Robux uitgeven snel in een spel vooruitgang kunnen boeken. Maar ook gewoon de mensen die het op een gratis wijze willen spelen. En jullie weten misschien wel dat ik sowieso zelf wel een voorstander ben van geen Robux betalen. Zeg maar, ik doe het zelf redelijk vaak. Daar ben ik ook bewust van. Maar dat komt dan natuurlijk ook omdat ik het opneem.
Maar in eerste instantie is het misschien wel een verstandige keuze om het spel gewoon lekker gratis te spelen. Op de manier zoals in eerste instantie iedereen het kan doen. Hoeveel was die nieuwe area? Was die... Oh, 1000! Dan kunnen we er al bijna naartoe! Dan kunnen we legit al bijna naar de nieuwe area. Waarom wacht ik zo lang? Ik had er al lang naartoe kunnen gaan, guys. Maar hey, ik heb nu wel een betere backpack. En ik heb een betere kat. Dus misschien is het wel goed dat we er wat langer op hebben gewacht. Zo. Alright, guys. 3, 2, 1. Wat? Oh, nice. Bye. Yes! Oh, jongens! Hier zijn alle visjes blauw. We hebben het fantastisch gedaan. Ik ben heel erg tevreden met onze cyborg-kat, wat best wel apart is. Laat in de comments weten, welke kat zou jij hebben gekozen in dit spel? Er was een ruimtekat, er was een slime-kat, geloof ik, een regenboogkat, er was een cyborg-kat, dat is degene die ik nu heb. Dat is gewoon een kat waarop je apps kunt downloaden. Waarop je een navigatiesysteem kunt aanzetten. Dat je je kat gewoon op de achterbank van de auto hoort zeggen: links afslaan, miauw. En daarna, miauw, rechts afslaan. Amazing. Guys, bedankt voor het kijken. Like de video als je van katten houdt en van andere huisdieren. En dan zeg ik adios.